Zie ik dat nou goed? Heb jij deze video weer aangeklikt? Vandaag zijn we met Until Dawn bij aflevering 7 en we zien jou graag na de intro. Dat is Sam. Ja. Ja, Tieten. Hey. Mike, is dat je? Shh. Wat? Get over. Rollen. We zijn trouwens aanbeland bij aflevering 7. Het einde is nabij. Draai je om. Maar ik kan even je voeten lopen. Oh. Neem dat mesje wel mee alsjeblieft, hè. Your finger. Finger, finger, finger. Oh my gosh, your fingers, Mike. Yeah. And I'm the lucky one. Jesus, what happened? There's some fucking... Die vingers kan hij niet meer gebruiken als je weet wat gaan doen, hè? He's trying to kill us all. Hij had je tenen nog. Listen, this guy who you're talking about, he attacked me. He showed me these videos too. And one of them showed Josh being killed. Just ripped apart by this huge... Saw blade. Jesus Christ, what the fuck is going on around here? There's a door here. It won't open. Can you unlock it from your side? Ik heb heel toevallig een tasje. Ja. Met een zaklamp. Klaan heeft dat gedaan, die heeft weer zin om een spelletje te spelen natuurlijk. Die linkerdeur, daar zit hij toch. En openen maar. Even zo'n hukje, hè? Zo'n knuffeltje. Ooh, sexy in the handle. Wow. What are you doing? Well, actually, the towel didn't turn out to be the best outfit for fighting off killer maniacs, you know. Do you mind, Mike? Oh yeah. right. My bad. Gaat het nu eindelijk gebeuren? Joh, wat een slechte cameraman. Gaat hij precies? Zo'n strakke yoga broek. Okay. Wow. I'm into that. What was that? Is that crying? Ze leven allebei nog, joh. Chris. What the fuck? You've heard of blanks before. I mean, really? Nee, joh! Hoe is hij doodgegaan dan? Oh god! Oh, dat wijf leeft nog! Iedereen leeft nog nu! Tweede. Ja, ja. En diegene die in die lift gevallen was. Oh shit! Die Joyce natuurlijk boos als zijn zusje. Maar hoe kan Joyce nog leven dan? Die was gewoon door midden, joh.
nep of zo, hij heeft daar een trucje voor, denk ik. Hij is wel een spoor. Goochelaar. Ja, hij heeft echt een anti-klok. Ze doen toch ook wel eens in zo'n... zo'n doos dat mensen hun lichaam zo gaan... Ja, door midden, ja. Zeg, echt Tarzan. Kut, waarom heb ik het ook goed gedaan? Maar ik denk toch alweer opnieuw mogen proberen. Shit! Shit! Oh. Dat maskertje ging af, ik denk, huh? Maar misschien is hij ook wel een ghost. Ja, maar hij heeft ook allemaal kogels in zijn lichaam nog. Ik ga nu niks met jullie zeggen, hè? Hij staat niks. Dat geluid al. Die kan niet meer rennen nu. Ja, dat is ook niet nodig, toch? Ik kan er vanaf springen. Brandt die wond gewoon dicht. Hier gaat 600 bucks. Better be worth it. I look great in that top. Nee, brand die wond dicht. Ja, dat gaat ze wat nu doen. Nee, dus pussy daarvoor. Oh, ze loopt gewoon weer normaal. Beetje als een zombie, maar. Ja, loop maar recht op dat geluid af. Ja, waar moet je dan heen? Ja. Hier is die lift. Misschien leeft die vrouw ook nog. Als zij ook nog leeft, dan weet ik het ook niet meer. Zullen we een ritje maken? Ook dat het een gat was, joh. Deurtje open en zit in het karretje. Oh, je duwt het karretje er doorheen, denk ik, joh. Die eerste duw er doorheen, de tweede ga je inzetten. Nou, wacht, eerst even dit licht. Oh, daar is er maar eentje. Kijk, een kistje. Hier zit wat in, hier zit wat in. Die botten, of niet? Oh nee. Oh, zo'n mooi fotootje, joh. Oh, dat zijn de miners. Preparing to dynamite the new shell. Oh, misschien ligt er achterin wel dynamiet nog. Als je verder doorloopt. Wel tonnen, maar... Jammer. Geen dingen. Dat lach geweest, hoor. Ik had erin gaan zitten. Ik ook, gewoon als een afval. De loop aan zombie, joh. Kijk, hier is die lift. Ja, hier is die, hoe heet die dood van? Jessica. Die viel toen naar beneden, wist je dat? Ja, maar... Zelfs ze ligt daar gewoon te kramperen, joh. Oh, auw. Oh, mijn pols daar. Ik wou zeggen, aan mijn pols. Dat je dat wou zeggen. Oké, dus niet met de lift. Niet met de lift, zo'n feest is het niet. Weer trappen lopen waarschijnlijk.
Ik zag een lampje hier. Ja, zie je? Die ladder. Ik heb het gepakt bij de been. Ja, maar dat denk ik heel vaak. Ja, maar het is ook echt zo'n filmpje achter. Hij moet die knopjes drukken, let maar op. Oh. Fuck! Ik kan net een porno filmpje. God damn, you had a fucking fucking. Yo, wat ben je allemaal aan het doen, joh? Rare klanken, joh. Yo, dat was jij gewoon hoor. Ze hebben gewoon al die tijd de telefoon, hè? Kan ze niet gewoon even 1 en 2 bellen? Ja, dat gaat werken, schat. Ja, en zei ik over die kippen, schat. Waarom zijn we nou schatvrouw? Wat dan? Waarom zijn je schat? Dat weet ik ook niet. Schatje. We mogen haar niet. Oh ja, kut. Ja, kutje. Op, even het heupje tegenaan. Iets meer agressiviteit, dame. Ik zie weer een lampie. Twee lampjes, joh. Weird. Really weird. Nee, joh. Really weird. Gasmasker. Wel, die negeert het geluid gewoon, joh. Precies daarvan. Ja. Voor dit? Frel is hier wel goed in, hè? Beentje. Als nu iemand dit beentje pakt, moet je weer heel lang zijn, hoor. Die Matt heeft haar in de steek gelaten naast Matt. Ja, maar Matt is het dichtst erbij. Ja. Die gaan elkaar sowieso weer treffen straks. Ja, dan snijdt zij zijn keel door. Come on, for fuck's sake. Wat is er met fuck? Son of a bitch. Son of a bitch, fuck, sake. En gewoon rustig er naartoe lopen, gewoon nonchalant, hè. Ik had te lang de andere kant erop gegaan. Naar de vlam. Ja, maar dat heeft geen zin bij dit spel. Hé, hey, dat is een fakkeltje. Nee, het spel sowieso niet. Zo, we zijn weer 3 meter opgeschoten. Hij is voor die lift. Nu? Met de lift. Ja, om het duur om uiteindelijk weer terug te gaan. Ja. We gaan nooit dat liftje in kunnen ook natuurlijk, hè. Zo makkelijk is het niet. Kijk waar je helemaal heen gaat ook. Voor die klote lift. Dan gaan we net ook zo'n heel avontuur, maar nu kunnen we gewoon met het trappetje. Ja, maar hier is die lift ook helemaal niet volgens mij. Oh. Totem. Ik ben benieuwd. Matt is dood. Waar is Matt eigenlijk? Geest. Ghost. Beyond the wall. Hier ga ik niks tegen kunnen doen. Ja, maar is nou Joyce nou een goat of een ghost? Ik weet het niet. Hij had dat helmpje op.
daarom. Hij heeft gewoon een handje zout eraan. Ligt daar iets op dat tonnetje, een klein dingetje. Oh, mooi. Kan er vrij weinig. Ja, zo'n dopje. Nee, was geen kleurtjes. Dan gaan ze ook helemaal heen, niet eens naar die lid. Oh, zo'n honingdop. Zo donker, joh. Die sprint die ze trekt, joh. Waarom heeft ze die lift aangezet dan? Ja. Het lukt niet, hè, schatje? Kut. Wat doe jij nou weer? Maar even zo. Want dan is het snoertje te kort, joh. Dan ben ik me even aan de racken. Oeh, zet je foto. Er ligt ook gewoon in één keer. Elke keer ligt er een foto van haar ook overal, hè. When are you getting yours, bat? Als je dat naast ziet. Wel blij dat die lift wel werkt nu. Ja, ik ook. Oh, dus laat je hem liggen, joh. Ja, ik weet niet, kan ik iets mee doen? Even Henna. Oh, Henna. Nu neemt hem wel mee. Niks, niks dan. Ik weet het al, joh. Josh leeft gewoon nog. Dit is gewoon de moordenaar. En die twee zusjes die helpen hem gewoon. Dat is een geest. Hoe vraagt hij? That's exactly a year ago. What does this mean? Ik snap er helemaal niks meer van, joh. Ik zie kleurtjes. Maar ik zet nog een lampje verder terug. Wat gaat nou aan mij? Ik weet het niet. Nou, laat maar. Moet je nu gewoon voor gaan, joh. Ah, niet weer zo'n pop, hè. Bed, hè? Huh? Hoofd van bed. Oh god, bed, no. Oh god, bed, no. Hoe kan je nou weer zien dat bed is? Ja, ik zag het wel gelijk, hoor. Ik ook. Aan die neus zag ik het gewoon. Ja, ik zag het aan die ogen. Ja, die ontdek ik al een beetje. Ja, die twinkeling in de ogen. Ja, die glimlach. Nou, simpel. Nou, we zijn wel vlak bij de lift weer. Takkend gelopen naar die lift. Hoppa, en erin. Zo. En weg zijn we. Come on, let's go. No. Huh? Is iemand anders? Don't move. Ja, sorry. Ik hoop dat ook niet. Er is een fakkeltje in zijn gezicht, joh. Wie is dit dan? Ja. Maar deze man zat volgens mij achter bed en... Ja, dat was de eerste. Die vlammen werpen. Maar er zijn twee moordenaars wel, hoor. Weet je hun van elkaar wel, ja, aansteken. Loopt hij gewoon doorheen, dat is scheid aan je. Zat die ander zeker hier? Hij kan geen kant op, het is klaar. Maar ik heb er ook geen moeite mee. Oh,
eye. Look your eye. Het is al klaar, joh. Zie je dat echt? Maar hij heeft ons nog niet doodgemaakt. Josh! Josh! Josh. Oh, oh, very good. Every one of you, you got my name. And after all you've been through, good. Good, 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 good. I mean, how does that feel? Right? How does it feel? Do you enjoy? Wat? Ja, maar hij met die masker, die heeft gewoon één grote prank gehouden, wil je zeggen. All those emotions that my sisters got to feel once when you were niemand is al dood. Only guess what? They didn't get to laugh it off. Ja, Jessica. No, they're gone. I don't know if you noticed this, Josh, but none of us are laughing. Oh, come. Why the long faces? Come on. It's good to get the heart racing every now and then, right? And race they did. I mean, every one of you just pitter-pat. I hope you appreciated my little phantasmagorical spectacle. I mean, no detail too small. Did that just no happen? Opportunity missed. It was such a delight to play the puppet master to all of your Pavlovian panic. Yo. And all that gore. It was gore galore. Fake bodies. I mean, God, that shit was. Hij heeft gewoon zijn kopje alleen doorheen gestoken. Nope. Only double takes. Oh, you should have seen your faces. Hook, line, and sinker for every little stinker. Josh, why are you doing this? Yep. Yeah. Well, aan de ene kant wel. Ja, dat wel. No clue. He's out of his fucking tree. He's definitely off his meds. Oh, come on, you guys. Revenge is the best medicine. You're done. Mike, he's sick. What? Come on, you guys are all gonna thank me when you guys become internet sensations. Wait, what? Oh, maar heb ze gewoon willen vragen om een prank, omdat ze hun zus daar de dood zijn. We got unrequited love. We got blood. I don't think there's enough hard drives in China. Ja, maar die vlammenwerpen, die is wel echt. What are you talking about, you asshat? Jessica's fucking dead. What? Did you hear me? Jessica is dead. You are gonna fucking pay, you bitch! Ah! Waarschijnlijk hebben wij dat nog eens gedaan. Nee, guys, misschien die vlammenwerpen. Dat is die vlammenwerpen. This is crazy, you know? Shut up. Ze halen twee mensen door elkaar nu. Huh? Why did the fucking hit her? Ah! What are you talking about? You punched Ashley, you piece of shit! I got so mad. You don't hit a girl. You just don't, dude, Chris, bro. And I'm not your bro. Where are we going? Where are you guys taking me? Locking you up, bro. What? You can't do anything stupid before we call the police in the morning. Come on. I didn't do anything. Are you serious? Goddamn murderer is what you are. Ja, maar die is dan met die andere, met die vrouw bezig, Michael, joh. Please just listen to me, man. I did not hurt Jessica. You shut up. Wat doen we? You know what, man? You need to shut up. Chris, hey, come on, Coach Heath. We're partners. Stop, don't say that. It's all fine. Be a dick. Je zou ik echt totaal niet aanzien komen, joh. You're not right! You are fucked! Dude, it's not my fault, you suckers can't take a joke! Oh, wait. Did I hurt you? Did you just... You feel a little bit of pain? Right now, I am so sorry! Stop it! Je klote Mike ook, hè. Michael! Die Mike moet vastgebonden, joh. Man. I can't tell you how sorry I am. Hij zal twee vingers kwijt voor een grappen. Ja, maar misschien is het niet door hem. Ja. Wat gaan we doen? Angry. Boos. Ja. Josh, be honest with me.
agressie is wel een beetje te ver van te veel van het goede, weet je wel. Gaat een beetje te ver. Als Mike het gaat, dan mag het ook. Dan laat het gewoon te ver gaan, altijd. Maar ik vind het wel mooi, want die gun pakken ze nu die op de tafel lag, hè? Maar dat is natuurlijk ook goed. Nee, want die is groot, hè? Oh, ja, misschien zit er nog wat in, joh. Misschien hebben ze nog ergens kogels gevonden. You're just a bunch of bullies. You can't hang out a guy just to try like this, guys. Huh? Not like you got the guts to really do anything about it anyways. Defensive, zeker. Oh, stop it. You're the biggest coward there is. Uh-huh. I did something. I made you believe in the world I created. And I showed you parts of yourself you were too afraid to visit. You manipulated us. You tricked us. You hurt your friends. And you did it all while you hid in the shadows. You're a coward, Josh. That's all you are. Zou hem toen niet neerknallen of zo? Okay, tie me up now, okay. Stay still, right, man. Right, still. Okay, and tie him up if they just wiggle around. Gosh, dude. I leave me a little wiggle room, huh? What does it take? Is that what you? Oh, not so tight. Yeah. Okay? Not so tight, okay? Get wiggled around. It's plastic ties, that's where it's. What in God's name is he talking about? This is hard to watch. You ever seen this kind of shit before? Oh, right. I've never seen him like this. Your money back. Oh, and Chris, I mean, you can forget about ever getting into Ashley's little panties after that little cock-up with the whole I'm gonna shoot you in the head thing. I mean, she's better off than Mike over here anyways. At least he knows how to treat a lady. God damn it. And it's not shoot her in the face. I'm gonna beat his head off. Don't listen to him. Not worth it. Hey, Mike. Mike. What? What happened with Jess, Mike? You know what happened. No, I don't. I got a problem, Mike. I don't remember killing Jess. Christ. No, I mean, like, I feel... Like, I would remember killing her, you know? She's so soft. And she's probably got, like, a really tight bod. Shut your fucking mouth! Disarm Mike, sowieso. Seriously? What? Did you think I was gonna shoot him? I don't know. Come on, Chris. You know me better. No. You know me better. Well, just next time. Heads up, all right? Oh, you poor little bitch. Ik denk dat ook. You can't even get your good cup. Ja. Hij deed niets ook, hè? Leave it to the pros, bros. Why don't you go back to the lodge? Make sure everything's all right. Stay here with this lunatic until the morning. Oh, sleepover. Can we order pizza? Sure you're okay. Yeah. Don't want to know everything's fine back there. Yeah, you're right. See you in the morning. Ben je nou tot dit moment van de video gekomen? Dan wil ik je feliciteren, want je hebt het einde van de video gezien. Wij gaan nu afsluiten. Ik wil je bedanken voor het kijken. Vergeet niet even dat duimpje omhoog te gooien. En natuurlijk even de abonneerknop aan te klikken. Vergeet dan ook gelijk niet dat belletje, want we gaan deze Halloween Horror Week nog genoeg streamen en komen genoeg video's online. En daar ben je er altijd bij. Nogmaals bedankt voor het kijken en ik zie jou in de volgende video, eventuele volgende stream.